boys, welkom terug bij de Crew Motorfest. En we gaan vandaag weer verder met de beta. Nogmaals, dit is niet de full game. Dit is een close beta die je alleen kan spelen als je een code hebt. En wat we vandaag gaan doen is... we gaan eens even hierbij kijken. En hier krijg je een overzichtje van alle verschillende playlists die we kunnen doen. Dus dat is Vintage, Made in Japan, Hawaii, Scenic Tour, 9-11. En als laatste de Electric Odyssey. Misschien dat we hiermee gaan beginnen. Requirements unfilled. Met andere woorden, ik heb geen auto. Ik kan deze auto kopen. Hoe duur is die? Ik zou hem kunnen kopen. No, ik kan hem niet kopen. Ik kijk naar de verkeerde tokens. Ik heb 0 crew credits en dit ding is 450k. Misschien moeten we dan toch maar eens even beginnen met Made in Japan. Ik heb meer dan genoeg Japanse auto's. Dat moet geen probleem zijn. Set waypoint. En ik zit momenteel wel in een Porsche. Deze zal niet voldoen. Maar we kunnen straks altijd nog switchen. Zijn dit eigenlijk allemaal online mensen die rondrijden? Er zijn wel, er zijn wel mensen die rondrijden, kijk. Ik hoop niet dat dit zo'n always online game moet zijn. Want als je dan geen internet hebt, dan kan je niet spelen. En dat is altijd een beetje naar. Sorry! Ik heb wel echt het idee dat de car sounds wel echt verbeterd zijn. Ik kan niet de enige zijn die dat is opgevallen. Oeh, dit is een mooie weg hier rond die bomen. Ik had het trouwens gekeken in settings. Je hebt twee verschillende losse settings. Je hebt als eerste heb je dus een setting voor hoe je auto rijdt. Dus qua assist en zo die je aan en uit kan zetten. Maar er is ook nog een andere setting en dat is hoe goed de AI is. En... Oké, we kunnen gewoon door elkaar rijden. Fantastisch. Maar dat is misschien wel nice gedaan. Dus misschien hebben we zo meteen even al die assist uitzetten. Ik wil even kijken hoe dat voelt. Dude, kijk dit uitzicht. Wauw. Dat is wel vet. Het is ook mooi hoe nou die zon langzaam zeker opkomt. Ja, Hawaii is sowieso wel een vette locatie voor een map. Dat is gedaan. Oh, kijk deze brug. Eee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 
bewegen en zo. Ish. Ja, we zijn dus onderweg naar dat event. Gelukkig is het niet altijd ver weg. Je hoort toch gewoon het geluid kaatsen via die bergrand. Ik weet niet of je dat kunt horen via headset. Misschien dat het in de video niet te horen is. Want dat is gewoon stereo. I mean, dan zou het ook rechts moeten zijn. Dat is wel een vet detail. Hoe dat geluid weer kaatst. Om de brug door. Ja, ik zweer het je. De map lijkt echt heel nice. Ik heb het al vaker gezegd. Kijk, het idee van de Crew 2 van heel Amerika is een heel leuk idee op papier. Alleen, het was gewoon niet echt... de beste uitwerking. Het is ook vrij onmogelijk om een hele map van Amerika goed uit te werken natuurlijk. Maar ik denk dat deze map nicer is. We zijn op onze bestemming. Made in Japan. Ook met die... hoe heet die boom ook weer? Van die... Echt van die typisch Japanse bomen. Come on, kom er niet op. Anyways. Wat gaan we krijgen? Japanese culture. Oeh. There's no way dat dat een in-game shot was, by the way. Dat was IRL. Dit is IRL. Dit is not in-game. Het is wel vet uit. Wel een beetje raar is dit mixen. Het is wel echt een hele mooie auto. Ik heb zo'n vermoeden dat wij hier ook mee gaan rijden. Made in Japan. Oh, en trouwens, die bomen, dat zijn van die cherry blossom dingen. Playlist sure activated. Het zijn dus meerdere events, logisch. We zien ze allemaal. En we zullen ze stapgewijs kunnen unlocken. Kan ik dat hier niet gewoon starten? Mis ik iets? Open music player? Waarom is dat een ding? Huh. Oi! Het is raar dat hij die race niet start. Nou, moet ik weer naar een andere bestemming? Oh, er is weer een treasure. Aha. Dit kennen wij ook uit de Crew 2. Die kistjes met die loot erin. Blijkbaar staan we uit de route. Oh, hier is het. Mooi.
Aloha. Ik wil even kijken naar links. Laat maar eens eventjes hier naar links gaan. Het ziet wel echt insane uit met al die tempels. Het is wel een beetje raar trouwens. Waarom staan er dit soort tempels in Hawaii? I mean, het ziet er super sick uit. Maar het is een beetje raar. Interesting. Yes. Alright. Nou, we gaan aan de slag. Misschien dat dit verandert, omdat we nou dus deze playlist hebben gestart. En dat alles nou een beetje in een Japanse stijl is. Oké, ik wil niet lastig doen. Die NSX, die heeft geen bodykit. Die we net zagen had dat wel. Kom maar, had die bodykit erop gegooid. Hayato. Hij zit op zijn auto. Wat een savage. Ik weet niet of dat verstandig is. Ik denk dat letterlijk je motorkap indeukt. Kom maar, het is een Honda. Ja, oké. Okay. We hebben nou dus een loner. Deze auto. Drie, twee, één. Hoppatee. Nou. Heb ik NOS? Ik heb NOS. Oké. Okay. Goed te weten. En dit hele event is inderdaad in de Japanse stijl. Hij is wel vet. Die draken en zo. Ja, ik zou willen zeggen dat deze game een... ik rem verdroeg. Een goede opvolger is van The Crew 2. Het voelt wel echt als een... Ja, als een... vernieuwing. En wat je bij heel veel games hebt, is dat het gewoon voelt als meer van hetzelfde. En misschien is het ook wel zo. Nogmaals, ik heb nou net een uur gespeeld of zo. Maar... eerst zinnig is goed. Ik ben ook zelf een beetje te goed, want ik rij al eerst. Dus we gaan straks even die assist uitzetten, hebben we het erover gehad. Dan kunnen we altijd nog die AI ook nog beter maken, maar laten we eerst maar gewoon eens even... assist uitzetten. Ik hoop dat je wel een beetje specifiek zelf kan kiezen wat je aan en wat je uit wil hebben. Want alles uit hebben is ook wel een beetje overdreven. Ik ben wel echt blij dat de handling veranderd is, want deze game voelt echt gewoon nice. Dit is een fijne handling. Het is nog steeds meer arcadey dan een Forza. Het is gewoon een mooi... Het voelt lekker. Wait. NSX? New sports car experiment? No, no way dat dat klopt. Is dat echt zo? Klinkt heel erg random. I mean, het zou op zich niet zo heel gek zijn. Zo van een codename. Dat doen ze wel vaker, right? Ga eens even cockpit doen. Hoppatee. Oh, maar die mooie pop-up lights. Shit, we moeten pop-up lights terugbrengen. Ik mis ze. We hebben nog steeds niet gedrift. Dat gaan we ook gelijk doen. Op het moment dat wij die assist hebben uitgezet, gaan we even driften. Want dit is zo'n mooie weg om te driften. Kijk dan. Ik hoop ook dat het drift-events zijn. Please. Oh, we zijn ook bijna bij het einde. Kijk eens aan. Hoppatee. Easy. Kijk, vuurwerkshow. Guest knows how to handle a car. Yes. Ik wil niet lullig doen, maar die draak zag er echt super derpy uit. What the hell? Yes. Continue. 15 seconden voor. Oké. Niveau mag wel iets aangepast worden. En we zijn weer terug. En ik zag iets voorbij komen over een monster truck event. Ik weet niet of jullie dat ook lazen. Oké, we gaan eens even kijken hier bij difficulty. En als eerste heb je dus inderdaad die preset. Je kan dus zelf ook alles los aanpassen. Nice. Dit is inderdaad wat ik zocht. Alleen ik zou willen zeggen dat ik net een ander scherm kreeg. Toen ik daarnaar keek. Maar ja, we spelen dus nou op expert. Dan zie je ook gelijk dat die event difficulty omhoog gaat. En dat je al die assists nog aan en uit kan zetten. Kan je helemaal los van elkaar doen. Is prima. Gaan eens even kijken. Ja, moet ik dus een auto pakken die... hiermee kunnen we ook wel driften. Oh, ik wilde schakelen. Ik weet niet of ik kan schakelen in deze game. Waarschijnlijk wel, right? Dat is wel een goeie. Ik zal even kijken of we zelf kunnen schakelen. Oh, we gaan eerst even gewoon een beetje kijken hoe het nou is. Oh! Oef! Niks aan de hand.
En dat is wel even een kwestie van wennen, dit. Dat, hij wil niet echt snippen. Hij is een stuk grippy. Nou, kan het ook aan de auto liggen. En volgens mij kan je dat ook allemaal nog aanpassen met die live tuning. Ik kan me herinneren dat in The Crew 2 ook was. En dat ik daar nooit iets mee heb gedaan. Even kijken. Ja, hier, pro settings. Dus hiermee kan je waarschijnlijk ook die... de auto een beetje meer drifty maken. Ik hoop dat je dit soort dingen kan downloaden van andere mensen die er verstand van hebben. Want ik heb er geen verstand van. Weet je wat we doen? We pakken gewoon een driftauto. Dat is nog makkelijker. Oké, we pakken dus de RX-7 erbij. We kunnen... Weet je wat? We gaan customizen. I mean, hebben we nog niet gedaan? Visual parts. Even kijken. Het is nou moeilijk te zien met die livery erop zit. Het is zo moeilijk om te zien wat ik nou precies doe. Weet je, dit is maar 1900. Hoppatee. Wat hebben we nog meer? Front bumper. 12 opties om uit te kiezen. Ah, kan ik die pop-up lights laten? Yes, dat kan. Oké. Welke gaan we doen? Oh, dit zijn die Aramia Mamma Mia dingen. Weet ik hoe dat merk heet. Fenders. We hebben al gekke fenders. Die kunnen we eraf halen. Dat doen we niet. Rims zijn nice. Mirrors zijn ook prima. Skirts. We hebben 2 skirts. Dat is niet heel veel. Dat zit er alleen op. Die halen we dus weg. Die fender zal hetzelfde verhaal zijn. De wing. Ik vind die standaard RX-7 wing echt perfect. Maar op deze auto mag iets groters. Dus, hebben we iets groters? Deze is beter. Ik vind wel dat er weinig spoilers zijn. Dat is een beetje raar. Waarom zijn hier maar 4 opties? Het zijn prima opties. Dat is een beetje raar. Achterbumper. Ik wil eigenlijk een... yes, ik wil een single exhaust. Daar zijn er maar een paar opties van. Ik weet niet wat het is, maar sommige auto's die moeten gewoon een single exhaust hebben. Als er dan een dubbel is, dan is dat gewoon fout. Ik kan er niks aan doen. Is wat het is. We kunnen het interieur nog veranderen. Die is blijkbaar rood. Waarom kunnen we niet gewoon zwart doen? Het is raar dat die maar zo weinig opties zijn. Wacht. Nou is hij zwart. Oké, standaard is het dus zwart. En oké. Nou, we zijn klaar. De auto is geüpgrade. Het is helaas nou wel licht. I mean, het ziet er heel goed uit als het licht is. Alleen, we hebben nou die neon. Dus dat was wel mooi geweest om dat in de nacht te zien. Dit is het geluid. Yes. Dit geluid is zo nice. Ja, dat drift, dat zal gewoon even wat oefening vergen. Hij wil niet echt blijven sliden. Hij gaat makkelijk in een slide. Alleen dan stopt hij er ook heel snel mee. Maar ja, dat zou ik misschien moeten aanpassen in die live tuning. Er zijn volgens mij ook geen drift events die we nou kunnen doen. Ik ben echt versteld van het geluid. Het geluid is echt zoveel beter dan Forza. Kijk, misschien is het geluid overdreven. Maar, come on, het is wel vet. Hetzelfde met Need for Speed. Vooral die oude Need for Speed games. Die geluiden waren zo nice. Ook al klonk het allemaal zo overdreven. Het was nice. En dat is wat we willen hebben. Het weer is omgeslagen. Kijk hoe snel dat ineens gaat. Zo, hé. Als er vandaan een storm aankomt. Ik ben trouwens continu al die bochten met een handrem aan het doen. Om te kijken of ik hem kan laten driften. Dit is niet hoe die auto normaal gezien... gelijk begint te sliden. Want dit is niet echt zo'n standaard tap-to-drift dingetje. Wat je niet voor speed hebt. Je moet zelf wel echt een beetje oefenen. Hey, er is vuurwerk. Kijk eens aan. Happy New Year, boys. Happy New Year. Ik weet ook niet waarom ik weer die lijn volg. Ik heb geen idee waar het heen gaat. We gaan hier het festival op. Sure. Wat gaan we doen? We gaan een looping doen. Ik kan het niet afrijden, hè? Nee. Ja, ik heb dat laatst in de Crew 2 ook al gezegd. Ik hoop dat die dingen, dat we die veel gaan zien. Over custom races. Alle gekke props die mensen kunnen gebruiken. Want dan is de sky the limit. En dan kunnen mensen ook allemaal gekke parcours dingen maken. En weet ik wat er allemaal mogelijk is.
ik heb wel het idee dat deze game veel minder slipt. Terwijl ik al die assists uit heb staan. En ik kan me herinneren dat heel veel mensen daar altijd over klaagden met Forza. Dat auto's gewoon te veel slippen. Als je al die assists uitzet. En ik kan het daar ook wel gedeeltelijk mee eens zijn inderdaad. Met heel veel auto's is het vrijwel onmogelijk om te rijden als je alles uitzet. En hierbij... I mean... Hij is slippery, maar hij is niet onbestuurbaar. Vantage Garage. Dat moeten we ook nog een keer doen. Ik ga ook niet al die events doen, denk ik. I mean, ik wil ze allemaal gaan doen, maar ik moet ook wel dingen bewaren voor de full game. Tegelijkertijd, bij de full game zijn er toch genoeg races. Denk ik. I don't know. Oké, okay, we zijn weer terug bij onze draak. Dat is een andere draak. En ik weet niet precies wat voor event dit is. Restricted Vehicle. De Skyline. Hoi! Ik mag mijn eigen auto gebruiken. Kijk eens aan. Dit is mijn Skyline. Dit ding is zo nice. Dit is letterlijk de perfecte spec. Midnight Purple. Oh. Beautiful. Mooie bodykit. Dus volgens mij is dit die Z-Tune bodykit. Dit ding is zo nice. Kijk, je ziet het, het is donker. Maar ja. Als het goed is, moet het wel moeilijker zijn. Want de difficulty is nou dus een 4. En voorheen was dat een 2. En het kan hooguit 5 niveaus. Dus dat zullen we ook al... we merken het nou al, we rijden 7, hè. Hij kan dus altijd nog een niveautje omhoog, mocht het te makkelijk zijn. R34 is a legend, I know. I know. Eigenlijk moet ik straks even kijken of je ook een beetje van die color shifting kleuren kan maken. Of Midnight Purple, vooral Midnight Purple 3, die heeft natuurlijk meerdere tinten erin zitten. En dit is gewoon puur paars wat ik nou heb. Dus daar moeten we eigenlijk even naar kijken of dat kan. Volgens mij kon dat niet in die vorige game, maar ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik het ooit heb geprobeerd. Dus misschien dat het wel komt. I don't know. We rijden in ieder geval derde. Top 3 te pakken. Oh! Stop met nieuwe man, mafkees. Ah, daar vooraan rijdt die Honda van net. Die NSX. Die gaan wij nu voorbij, binnenkant. Well done. Op de... Netjes, man. Ja. Hij rijdt ook wel fijn, deze auto. Dit ding is all-wheel drive. Want we rijden daar dus nog steeds met al die assisten uit, maar... Ik ga niet voor je liggen. Rijdt prima. Het is niet alsof de auto echt nou heel moeilijk bestuurt ofzo. Ik merk eigenlijk vooral geen verschil. Oh. Houd hem op de weg! First place, baby! En we gaan zo meteen nog even kijken hoe dat zit met dat handgeschakeld. Of dat kan. Want ik ben gewoon benieuwd. En dan stoppen we ermee. Dan gaan we binnenkort weer verder. Maar als je hier nou volop van geniet, dan zou ik zeggen, drop een like. Help mij enorm. Laat toch gelijk even een comment achter. Is goed voor het algoritme. En we zitten al op driekwart van de race. Ik geloof niet dat we dit nog... Ik geloof niet dat we dit nog verliezen, maar ze zitten kort achter mij. Ik ben niet echt aan het uitlopen. Oh god, slechte bocht. Yeah. Dit kunnen wij makkelijk nog verliezen. Dat is niet de bedoeling. No way dat ik van die MX-5 verlies. No. Ik wil best verliezen, maar niet van die auto. Weiger. Ik vind dat zo'n lelijke auto, hè. Die oude, of die nieuwere MX-5's. Die oude vind ik op zich wel grappig. Of Miata, zo wordt ze ook genoemd. Volgens mij is MX-5 meer Europa, Miata is Amerika. Nog 6%. No! No! Ah! No! Jesus, hij duwde me bijna van de baan. Oh my god. No way. Don't you dare. Ik heb het in de laatste video gezegd, maar deze game is serieus mooi. Het is geen lelijke game. Looks good. Hey, ik zal heel even snel kijken bij die settings. Kunnen wij handgeschakeld rijden? Ik denk namelijk van wel. Oh, hier staat het bij. Aha. Ik weet niet welke knoppen dat gaat zijn. Welke knoppen? Oh, R1? Het is een kwestie van wennen. Oh, een driftzone. Dat is geen driftzone. We moeten omheen slingeren.
Maar het L1 en R1 is schakelen. Ik weet niet of ik daar een fan van ben. Dat kun je waarschijnlijk wel aanpassen. Ik denk wel dat deze game waarschijnlijk wat chill is handgeschakeld. Want over het algemeen kan je sneller zijn als je zelf schakelt. Oké, ik denk dat ding is een ghost. Oh, come on. Oh, ik heb ook nog een NOS. Ja, nou ja. Okay, deze auto's zijn wel ghosts. Dus sommige zijn dat dan weer niet. Dat is super confusing. Daar moet je iets mee doen. Dat is toch een aandachtpuntje. Maar je kan zo handschaal draaien. L1, R1. Dat zijn een beetje rare knoppen. Misschien dat ik dat binnenkort even aanpas. Maar we gaan stoppen. Vond je het een leuke video? Laat sowieso een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.